Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe Fucked Up video. Vandaag ga ik Minecraft Wereldbouw doen. En dat is al 3 weken terug. Derde aflevering alweer doen. Hopelijk vinden jullie deze video al leuk. Doe alvast een duimpje omhoog. Misschien weet ik veel. Mag je zelf weten. Ik ga vandaag een andere video maken dan normaal. Zoals je ziet, ik heb Diamond Armor. Ja, thanks Lars. Alweer. Zoals de vorige keer. Hij heeft mij Diamond Armor gegeven. Ik heb zelf niet... Nou, ik heb 2 diamonds gevonden in de laatste tijd. Want ik ben natuurlijk niet alleen maar weg geweest zoals je ziet. Ik heb dit huis gebouwd. Hartstikke mooi. En dat huis ben ik nog mee bezig. Ga ik zo weer verder. Ik ga geen snel video doen. Het is gewoon vandaag helemaal anders. Ja, als jullie dat... hopelijk vinden jullie dat leuk. Kijk, de binnenkant van deze is gemaakt. En ja, er zijn nu op dit moment mensen online. Shoutout naar jullie. Lars, Kavia, Mautrinus, geen idee hoe je het uitspreekt, en lekker tussen of zo. Nou ja, shout-out naar jullie, kijk, ze zijn aan het praten, lekker allemaal goed. Oké, en ja, waarom zo? Nou ja, ik was dus gewoon aan het prutsen aan mijn computer. En toen ik aan het prutsen was aan mijn computer, of prutsen, ik was meer gewoon aan het kijken van, omdat mijn computer best wel vol zat, dacht ik van, laat ik eens even kijken of ik kan opschonen of wat dan ook. Dus ik heb op mijn 1 terabyte gedaan of zoiets. En stond er dus dat ik dus ook niet meer Minecraft kon doen en al die andere shit wat er eigenlijk gewoon op de computer, wat er op de computer dus zit. Dus toen dacht ik, kutspel! Maar dat is best wel balen eigenlijk. Dus ik probeer de computer te resetten, maar deze computer wil het gewoon heel stom doen en wil dat gewoon niet toelaten. Dus... Maar omdat ik gewoon wat heb veranderd, doet die computer gewoon raar. En ik heb hem al geprobeerd te resetten, gewoon een stuk of 10 keer geprobeerd. Ik heb dus een ander account aangemaakt op mijn computer. Je weet, als je dus binnenkomt, dan kan je dus inloggen en weet ik veel, al die shit. Maar ik heb dat dus gedaan. En ja, die computer die wil gewoon niet gereset worden. Dan gaat hij dus bij de 40 of weet ik veel... Welkom back, Lars. Welkom back, Lars. Lars. Ik had eigenlijk gewoon veel zin in, maar het blijkt dus gewoon dat je gewoon niet moet prutsen aan een computer. Dat is gewoon het leerproces. Maar omdat ik dus eigenlijk gisteren wil opnemen, maandag, deze video... Hello, Lars. Hello. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om op te nemen. Maar ja, als dat gewoon die computer niet toelaat om op te nemen, dan is het gewoon balen. Maar ik heb dus nu al dit gedaan. En wat ben ik dus van plan? Om hier in het midden of zo een station te maken. En dan daar aan de andere kant. Daar zo ergens moeten dan van die punthuizen komen. Die ook in de kingdom niet. Dat is gewoon vet. Dat hoort er gewoon bij. Dat is het gewoon. Maar omdat iemand zei een binnentuin. Dat is natuurlijk ook een hartstikke leuk idee. Dus wat wordt het? Binnentuin komt daar ergens. En dan moet er ook nog een kerk. Dan denk ik dus dat ik een kerk ernaast doe. Dus ik ga eerst deze kant gewoon opvullen. En dan hiernaast komt dan gewoon nog zo'n huis als daar. Dus die neem ik dan wel op in versnelvideo. Kunnen jullie het ook gewoon meekijken. En maakt me helemaal geen domme uit. En dan, dan hopelijk komt het wel goed. Want... Het is gewoon hartstikke vervelend. Ik ga gewoon niet meer aan die computer prutsen. En ook niet aan de laptop. Want ja, als de laptop open is gedaan, dan is het gewoon helemaal fucked up. Maar het komt gewoon doordat Java of zo. Je weet toch, Java is van Minecraft shit. En die kon het volgens mij ook niet echt aan dat ik dat deed. En ik had hem eigenlijk al gewoon in het begin moeten resetten als ik er last van had. Dus daarom juist. En ga ik dit huisje gewoon even afmaken. Maar dan zou je dus denken van, ja, zoek lekker zelf even diamonds. Ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik ben een grote noob in diamonds zoeken en in bouwen vind ik gewoon. Ben ik, I don't know. Meesten zeggen van, ja, je bent best goed in bouwen. Ja, soms wel, soms ook niet. Het is maar precies hoe je je voelt, hè. Maar dit is gewoon best wel simpel op zich. Als je het al zeker hebt gedaan, 3 keer, dan snap je op een gegeven moment wel de bouw hoe het in elkaar steekt.
En ja, iedereen heeft zo zijn eigen mening over wat hij daarvan vindt. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. Want als er echt zo'n heel mooi gebouw is. En diegene zegt dat het gewoon spuuglelijk is. Dan ben je gewoon blind. Nou, niet een beetje, maar ben je wel best wel blind. En dan zie je dat je deze gewoon een fout hebt gedaan. Want dit wordt dan hier. Nou ja, jullie weten het. En dan. Het dak heb ik eigenlijk nog nooit opgenomen. Dit is de eerste keer dat ik zo het dak laat zien. Ik heb zojuist trappetjes gemaakt. En slabs. Of wat het ook zijn. Als ik het niet heb goed gezegd, dan zet je het maar gewoon in de reacties. Je doet er maar mee wat je mee wilt. En het huis is alweer merendeels af aan het maken. Of af aan het krijgen. Of ik maak je af. Nee, ik ga niemand dreigen. Ik ga niemand afmaken. Het is nou helemaal zo. Als je die film kent, zet het dan gewoon in de reacties. The House in the Wood. Of als ik het verkeerd uitspreek, zet het dan ook gewoon in de reacties. Als jullie die film hebben gekeken en jullie die film ook leuk vinden, hartstikke leuk. Het is zeker een leuke horrorfilm. Als je van horror houdt. Tenminste, ik hou niet echt heel erg van horror. Maar horror is wel gewoon, ja, soms wel eens leuk. Gewoon. Oké, mensen, ik maak het huisje af. Vonden jullie deze video nou leuk? Zo dat ik het zo doe, weet ik veel. En geef dan zeker een duimpje. Klik dan gewoon op dat duimpje. Totdat het duimpje blauw is. Dan is het mooi. Misschien kan ik de 3 likes. Kunnen we de 3 likes halen. Weet ik veel. Misschien wel meer. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Maar als je het leuk vindt, moet je gewoon een duimpje omhoog doen. Ja, zo is het nou eenmaal. Ik maak gewoon het huisje af. En dan als je nog niet hebt geabonneerd of wat dan ook. Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Dan ga je dus hier naar beneden. Klik op het rode knopje. En dan ben je geabonneerd. Dat is hartstikke mooi. Dan zie ik jullie dus de volgende keer weer. En dan later.